of het echt in de top 3 staat. Kijk, alle thema's wedijveren met elkaar. Allerbelangrijkste is nu corona, de aanpak daarvan. En ook hoe we daarna weer goed ons leven kunnen hervatten. Daaruit leren voor de gezondheidszorg, ook voor de economie. Veiligheid is een belangrijk thema. Maar de VVD heeft ook gewoon, dat hebben we ook 4 jaar geleden al gedaan, ingestemd met het klimaatakkoord van Parijs. Dat is een hele, iets wat de komende 30 jaar het leven van de inwoners van Nederland, van de ondernemers in Nederland, iedere keer zal passeren. En wij vinden dat het ook gewoon ontzettend goed gedaan moet worden. Want als je instemt met het doel, dan kun je dat niet een beetje half je ervan afmaken. Nou ja, als je het klimaatakkoord, het feit dat dat gelukt is. Hè, bedoel, er zit voor iedere partij iets in wat je graag wil en waarvan je dacht, hé, dat had ik liever anders willen regelen. Maar het feit dat het er is. Daarnaast, en dat mag ook best benoemd worden, de aanleiding was natuurlijk de rechterlijke uitspraak over de stikstof. Maar het heeft er wel toe geleid, en daar heeft mijn partij ook van harte mee ingestemd, dat we ook 3 miljard euro extra hebben vrijgemaakt voor de komende 10 jaar. Om versneld aan natuurbehoud en natuurversterking te doen. Dus ja, dat zijn echt wel wapenfeiten waar ik trots op ben. Je ziet dat door de stikstofcrisis ook wel enorm het debat is ontstaan over Natura 2000, over natuurgebieden in Nederland. We hebben heel veel gebieden waarvan mensen denken, nou, ik vind dat hier prachtig, maar dat is dan geen Natura 2000 beschermd gebied. En je hebt ook de gebieden die echt Natura 2000 bescherming hebben vanuit de Europese Unie. Maar als het gaat om die ultieme bescherming van Natura 2000, is ook het gevoel dat we in Nederland soms wel heel precies bezig zijn geweest en heel erg op de millimeter bij die bescherming. Terwijl als je er een beetje boven gaat hangen, dan zie je soms dat in een aantal gebieden het misschien nooit meer te halen is. Dus wij hebben er ook voor gepleit, gaan nog eens heel goed eigenlijk met de stofkam door al die Natura 2000 gebieden en beoordeel ze nu eens echt op, zijn al die doelstellingen haalbaar en wat moet je daar vervolgens voor doen? En dan kom je er mogelijk op uit dat er gebieden of stukjes van gebieden zijn waar je dat niet meer redt. Dan zou je ook zo eerlijk moeten zijn om dat op te geven. Zo ben ik er bijvoorbeeld voorstander van dat we ook in Natura 2000 nog eens heel goed kijken welke gebieden je misschien tegen het licht moet houden, hier en daar iets opgeven en andere gebieden veel meer versterken en of je dan uiteindelijk voor de natuur in Nederland niet veel beter af bent. 4 jaar geleden in het regeerakkoord hebben we al gezegd, als we met onze buurlanden bijvoorbeeld het Europese doel kunnen ophogen, dan gaan we die slag graag aan. Ik denk dat we in dat opzicht veel verder zijn gekomen, want de hele Europese Unie doet nu mee met dit opgehoogde doel. Dat einddoel van 2050, dat staat voor de VVD. We moeten goede tussendoelen hebben voor 2030 die ook realistisch haalbaar zijn. En de ophoging naar 55% zal van alle lidstaten en ook van Nederland nog echt wel een extra slag vergen. En ik heb het gevoel dat als we dat nu alweer veel verder gaan ophogen, de samenleving horen dol wordt van ons. En we daar ook draagvlak verliezen voor de echte uitvoering van de maatregelen. Ik heb liever dat we een goed ambitieus doel stellen en dat ook met z'n allen halen, dan een nog ambitieuzer doel waarvan je in de loop van de komende jaren de een naar de ander ziet afhaken. Bij die hele ruimtelijke inrichting zie je natuurlijk precies het grootste dilemma van Nederland. Want wij zijn al eeuwenlang als geen ander in de wereld in staat om heel veel dingen op een heel klein grondgebied te doen. Maar dat gaat wel gepaard met allemaal van dit soort dilemma's. De VVD is voor schone energiebronnen als zonne-energie en windenergie. Maar dan zie je gelijk het dilemma met waar heb je daar nog ruimte voor op land. Niet alleen gewoon vrije ruimte, niet alleen mensen die ook houden van een beetje de blik op een open landschap. Maar ook, precies wat u aangeeft, de ruimte voor de natuur zelf. Hè. We zien natuurlijk ook dat een windmolen en vogels in de buurt, ja, dat is allemaal ook best wel ingewikkeld. Dus daarom zeggen wij windmolens graag, het is schone stroom, maar zoveel mogelijk op zee. Zonnecollectoren graag, maar zoveel mogelijk op daken van woningen, maar zeker ook van grote bedrijfspanden. En juist in Nederland, waar we zo'n strijd hebben om de ruimte, waar we ook nog heel veel woningen bij moeten bouwen de komende tijd, waar we eigenlijk ook gewoon ruimte willen hebben voor robuuste natuur, zeggen wij, ja, dan kun je dus ook schone stroom opwekken met behulp van kerncentrales die heel weinig ruimte in beslag nemen en zorgen dat we die ruimte dan ook weer voor al die andere functies overhouden. Nou, ons pleidooi voor kernenergie is ook nadrukkelijk voor de jaren na 2030. Want dan weten we dat we nog veel meer stroom nodig hebben. Maar om die planning te kunnen maken, want dat duurt jaren om daar te komen, moet je wel in de komende kabinetsperiode een idee hebben wat er na 2030 gebeurt. Uiteindelijk, je kunt niet één optie uitsluiten.
Want iedere optie voor schone energie, voor CO2-vrije energie, heeft zijn beperkingen. Dus daarom zegt de VVD, je hebt alles nodig. Wind op zee, zon op dak, geothermie, aquathermie, kernenergie. Je kunt niet één optie uitsluiten, want waarschijnlijk heb je het allemaal bij elkaar nodig. Want alles heeft zo zijn begrenzingen. Ja. Bij de energiebelastingen is het van een 50-50 verdeling tussen bedrijfsleven en huishoudens. Is het 1/3 huishoudens, 2/3 bedrijven geworden. Grote bedrijven betalen niet alleen hun ETS-kosten, maar daaroverheen in Nederland in de komende jaren ook nog een CO2-heffing. En wat de VVD betreft zetten we dat beleid voort. En sterker gaan we daar ook nog verder mee door om de energiebelasting voor huishoudens niet verder te laten stijgen. En in toenemende mate zul je in de komende jaren natuurlijk ook moeten zorgen dat die energietransitie met name voor de huishoudens betaalbaar blijft. Dus hoe lastig het soms ook is in de praktijk, het feit dat wij vinden dat woonlasten voor huishoudens niet mogen stijgen als gevolg van de energietransitie is voor ons zo'n heilig principe, dat geven wij niet op. Het zit natuurlijk al ingebakken dat grote bedrijven meer gaan betalen in dit klimaatakkoord. Door de schuif in de energiebelastingen, maar ook door de CO2-heffing die ze krijgen. Ook door, waar wij ook voor pleiten in ons verkiezingsprogramma, het verder aanscherpen van het ETS-systeem. Los daarvan wordt van het bedrijfsleven natuurlijk ook heel veel gevraagd om gewoon de investeringen te doen die te maken hebben met het verder beperken van hun CO2-uitstoot. En als je dan spreekt over klimaatrechtvaardigheid, dan kun je het heel sec kijken. Hoe zit dat dan met de rekening die bijvoorbeeld een bedrijf of een huishouden betaalt? Maar voor ons geldt ook nog wel iets anders. Wij willen ook heel graag dat die bedrijven hier blijven en hier verduurzamen, in plaats van dat ze het gevoel krijgen, ik moet hier zoveel extra lasten betalen dat ik wel met mijn bedrijf naar het buitenland ga, waar misschien de regels nog ietsje soepeler zijn. Want daar schieten we voor het klimaat niks mee op, maar het zorgt er uiteindelijk voor dat de banen daardoor verdwijnen in Nederland. Ik wil heel graag die banen hier in Nederland houden, maar dan op een duurzame manier. Als je 10 jaar terug had gezegd dat je nu windpark op de Noordzee bouwt zonder subsidie, was waarschijnlijk iedereen heel hard gaan lachen. Hetzelfde geldt voor de prijsdaling van zonnepanelen. En ik heb het gevoel dat daar de komende jaren ook nog wel heel veel meer mogelijk is. Uiteindelijk is dat het allermooiste, want op het moment dat je de verduurzaming van Nederland kunt koppelen aan kansen voor de BV Nederland, dan betekent het uiteindelijk dat mensen daar een baan en hun bestaan in vinden, hun boterham van kunnen betalen. Kijk, als je kijkt naar de luchtvaart en de positie van Schiphol, dan is het gewoon een banenmotor van de economie. Er zijn 68.000 directe banen op Schiphol. 1% van het BBP, maar dat is gelijk miljarden, hangt samen met direct de positie van Schiphol. En je ziet ook gewoon in landen om ons heen dat daar waar je een luchthaven hebt met goede verbindingen, vooral intercontinentaal, dat echt een aanzuigend effect heeft op bedrijven die in die omgeving ook zich willen vestigen en dus voor banen willen zorgen. Betekent dat de luchtvaart vervolgens helemaal niets hoeven te doen? Nou, ik ga even voorbij aan de noodsteun, want alle noodsteun die we verstrekken, of het nou aan KLM is of aan welke sector dan ook in Nederland, het gaat natuurlijk om bedragen die we ons een jaar geleden zonder die pandemie nog nooit hadden kunnen voorstellen. Maar ik zou het zonde vinden om het in 1 jaar allemaal teloor te laten gaan omdat je niet die noodsteun verstrekt. Maar tegelijkertijd wordt er natuurlijk ook het nodige gevraagd van de luchtvaart. En daar zie je ook een goede Nederlandse traditie, dat als je ziet dat de wereld toch gaat veranderen, dat je dan in Nederland daar ook op moet inspringen. Dus Schiphol wordt gevraagd om te investeren in elektrisch taxiën. We zetten ook in ons verkiezingsprogramma erop in dat je naar duurzamere brandstoffen moet voor de luchtvaart. We hebben ingestemd met een vliegtax. Hoewel dat wat ons betreft suboptimaal is, want we hebben liever, maar dan in internationaal verband, dat kerosine ook belast wordt zoals andere brandstoffen ook belast worden. Het is denk ik ook een illusie om ervan uit te gaan dat mensen, zoals we hier in Nederland wonen, de luchtvaart zat zijn. Want ieder jaar wordt er nog steeds, ook door de Nederlanders, meer gevlogen. En ik wil de mensen dat ook niet ontzeggen, ook al omdat het alternatief, daar zetten we ons overigens ook voor in, namelijk internationale treinverbindingen. Dat neemt echt nog wel een paar jaar in beslag voordat al die verbindingen ook echt op orde zijn, omdat je er veel meer voor moet doen. Het aanleggen van een spoorlijn kost nou eenmaal veel meer inzet dan dat je in een jaar kunt regelen. Ik vind het een eenzijdig beeld om alleen te spreken over de intensieve veehouderij als iets slechts. Want
daarmee heeft hebben de boeren in Nederland de afgelopen tientallen jaren ook laten zien dat ze dat steeds verder kunnen verbeteren. Ervoor kunnen zorgen dat die veehouderij steeds minder uitstoot. We hebben geen koeienprobleem, we hebben een stikstofprobleem bijvoorbeeld. Wij hebben een uitstootprobleem. En ik ga dus niet op voorhand zeggen het aantal koeien moet naar beneden of van welke diersoort dan ook. Het gaat mij uiteindelijk om de allerslimste vindingen die met behoud van een verbetering van het dierenwelzijn uiteindelijk de uitstoot naar beneden brengen. Want dan doen we uiteindelijk ook voor de rest van de wereld wel iets goeds. Als het dan gaat om wat consumenten consumeren aan vlees, ben ik als liberaal niet zo van de gebiedende voorschriften van gij zult minder vlees eten. Ik denk dat we ook hier de komende jaren fors moeten inzetten, ook op de ontwikkeling van de alternatieven, kweekvlees, allerlei vleesvervangers. Wij zijn voor kringlooplandbouw, wij zijn voor emissiearme landbouw, hè, dus als je allerlei innovaties in de stal hebt die ervoor zorgen dat er uiteindelijk minder ammoniak naar buiten gaat. Maar bovenal dat de boer daarin een eerlijke keus kan maken. Dat hij niet alleen een zak geld krijgt als hij stopt met zijn boerderij, maar dat hij op dezelfde manier financieel ondersteund wordt als hij inzet op minder emissie van ammoniak, minder uitstoot van ammoniak en of kringlooplandbouw. Ik geef je op een briefje, het is ook de enige route die we hebben, want zo'n boerderij en zijn vee, dat is bezit van een boer. Dus het alternatief van koop ze allemaal maar op, daar heeft Nederland nooit genoeg geld voor. Als je alle boerderijen in Nederland wil opkopen, ben je tientallen miljarden verder. Dan heeft het veel meer zin om een paar miljard te investeren in die innovatie en die financiële ondersteuning van boeren, waardoor ze weer duurzaam, zonder uitstoot, verder kunnen. We hebben in de afgelopen kabinetsperiode ingestemd met de sanering van de varkenshouderij. Met name in Brabant, waar er echt te veel op een kluitje zaten en het tot allerlei nevenschade leidt. Bijvoorbeeld de luchtverontreiniging. Als je verder kijkt naar de huidige pandemie en zoonoses, dan denk ik dat de oorzaken ook nog wel op een ander terrein liggen. Wij pleiten voor een internationaal verbod op wilde dierenmarkten, want dat is naar we aannemen toch waarschijnlijk de oorzaak geweest in China. Ook versterking van internationaal onderzoek op pandemieën. Maar ik ben niet zover dat ik denk dat komt allemaal hier uit dit eigen kleine Nederlandse grondgebiedje. Want ik denk dat we met elkaar toch ook nog wel hele hoge standaarden hebben. Ook op dierenwelzijn, maar ook op wat de omgeving mag merken of kan merken of niet moet merken van een landbouwbedrijf. Daar kun je op een aantal manieren tegenaan kijken, maar de meest praktische is, wij kennen natuurlijk in Nederland manieren voor boeren om ook aan agrarisch natuurbeheer te doen. Als je dit soort dingen vraagt van boeren, zorg er dan voor ook dat ze daar een nette compensatie voor krijgen. Daarnaast is het natuurlijk zo dat we ook kritisch moeten zijn met elkaar van hoeveel ruimte geef je aan de landbouw en hoeveel ruimte geef je aan de natuur. En om die reden denk ik ook dat je niet op voorhand moet zeggen we willen de intensieve veehouderij niet in Nederland. Ik wil een intensieve veehouderij die schoner wordt, die duurzamer wordt en waar we mee gaan helpen. Maar op het moment dat je zegt ja, maar ik wil het alleen maar op de kringloopmanier en alleen maar extensief, dan is het daarmee nog niet echte natuur. En ik heb dus veel liever dat we wat ruimte overhouden voor echte natuur, zonder landbouwfunctie. En dat kan wel als je de landbouwfunctie op die hectares die je daarvoor hebt zo optimaal mogelijk benut. Dan hou je uiteindelijk ook meer ruimte nodig voor de echte natuur. Het zou heel mooi zijn als het daar uiteindelijk toe komt. En als iedereen daar dan ook tevreden over is. Dus dat de gutto's tevreden zijn dat ze met meer gutto's in het boerenland zijn. Maar dat de boer van wie dat land is ook het gevoel heeft, ik ben hier ook op een nette manier doorheen geholpen. En het tast niet mijn inkomen, mijn hele bedrijf aan, dat ik nu in een deel van het weiland wat meer gutto-nestjes heb zitten. Dat zou de ideale oplossing zijn. Volgens mij hebben we heel veel natuur in Nederland. Het nadeel van ons als Nederlanders is natuurlijk wel dat we toch ook wel de neiging hebben om heel vaak naar dezelfde plekken te gaan. Ik weet alleen niet of het voor het voortbestaan van die natuur zo'n aanbeveling is als we iedereen erop wijzen waar het nog ongerept is. Want dan is dat ook heel snel gedaan. Maar het allerbelangrijkste hierachter is natuurlijk, als je als overheid plant waar woningen moeten komen, waar bedrijven moeten komen, waar mensen naartoe gaan, heb ook oog voor wat die mensen in hun vrije tijd willen gaan doen. Daarom hebben we ons dus ook al ingezet voor meer groen in en om de stad. En dat zal de komende jaren natuurlijk ook een verdere vlucht krijgen, want mensen hebben ook behoefte aan buitenlucht.